kwam echt niet af van het gevoel dat ik denk van... Weet je wel, zeg maar als je zo'n camera achter iemand ziet aanlopen, dan is het echt... Weet je wel, dan... Iedereen die zit ook zo van, waarom wordt zij gefilmd? Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Maar de show is om 9 uur is die afgelopen. Ja, 8:30, 6:00. 8:30, oh. Ze hebben mij gekozen, dat weet ik, omdat ik in een ver verleden een blogpost heb geschreven over mijn ervaringen met pesten. Ze wilden graag allemaal mensen in de uitzending die ook iets met pesten zelf hadden en die ook aansluiten bij de doelgroep. Ben jij een pester, een meeloper, doe je helemaal niks of ben je juist een verdediger? Doe met ons de pesttest en ontdek wat jij nou eigenlijk bent. Jij werd ook in een hokje geduwd, kan je over vertellen wat daar precies gebeurde? Ik was op de basisschool was ik een beetje een skatermeisje. Dus ik droeg van die hele wijde broeken en dansshirts. Ja. En ik hield heel erg van zwart. Er waren eigenlijk gewoon niet echt mensen zoals ik. En ja, dat werd wel raar gevonden. Het waren eigenlijk hele verschillende dingen. Ze noemden me eigenlijk gothic. Wat ik niet vond kloppen. Maar het was echt Teske de gothic. En er werden wel dingen gezegd van, weet je, straks steekt ze je aan met het virus. En er was dan bijvoorbeeld een groep 8 pleintje waar iedereen voor groep 8 op mocht. Maar dan mocht ik er als enige mocht ik er bijvoorbeeld niet op. Terwijl ik wel in groep 8 zat. Eigenlijk heb ik dat in die tijd nooit zo negatief ervaren. Want ik was toch, weet je wel, ik had zoiets van, ik ga mezelf toch niet veranderen. Maar eigenlijk pas later heb ik beseft van hoe... Dat het best wel heftig en raar was. Bedankt voor het kijken! Ik vind het heel erg moeilijk om het pesten te noemen. Omdat ik denk dat het niet per se met de intentie was om me echt te kwetsen. Maar dat het meer uit een beetje onwetendheid kwam. Ik denk dat ik nu op een punt in mijn leven zit dat ik er wel een beetje overheen ben. Dat is gebeurd op de basisschool. Daarmee bedoel ik dat ik eigenlijk best wel wat jaren heb gehad dat ik... Als ik in het dorp kwam waar ik woonde, dat ik eigenlijk vurig hoopte dat ik niemand tegen zou komen van mijn basisschool. Omdat ik gewoon niet wist wat ik moest zeggen. En ook ergens nog wel een soort van nare gevoelens daarbij kreeg. En inmiddels heb ik me daar overheen kunnen zetten. En heb ik zelfs met een paar mensen van de basisschool gewoon echt weer goed contact. Het is zo cool dat je gewoon je verhaal weer kan vertellen. Oh, dankjewel. Ja, ik vond het wel heel erg eng, zeg maar. Ik was heel onzeker. En ik kwam niet zo goed uit mijn woorden. Ik denk dat... Zeg maar, naarmate je dit langer doet, ga je er steeds makkelijker mee om. Ja, dat merk ik bij mezelf ook al. Want in het begin zat ik echt heel goed te reageren en werd ik helemaal onneijig. Ja. En nou doe ik dat niet echt meer, negeer ik het gewoon. Ja, ja, maar dat is ook het allerbeste. Ja. Ik bedoel, en het is zo makkelijk om vanaf je stoel thuis maar alles te zeggen wat in je opkomt. En weet je, vooral Facebook is daar echt. Soms dan kijk ik op Facebook en denk ik van, wow, jullie hebben allemaal zo'n naar leven. Denk ik, hoe kan je zo gemeen zijn? Ja, inderdaad. Maar... Nou ja, goed. Ja. Zolang je zelf niet meer meedoet, denk ik dat je gewoon heel goed kan verlopen. Ja. Dat was even mijn pep talk. Ik kwam er heel onverwachts uit. Ik had zoiets van, ik moet even alles wat in me zit qua ervaring rondom dit onderwerp, moet ik even meegeven en haar een hart onder de riem steken. En ze is al super goed bezig. Maar ik weet wat onzekerheid met je kan doen. Ik denk van als ik dan iemand daarmee kan inspireren of in ieder geval een soort van vertrouwen in zichzelf kan geven, dan doe ik dat ook heel graag. Maar dat is niet op het moment dat ik bewust denk van, oh, ik ga haar even een pep talk geven. Maar er kwam opeens allemaal informatie uit waarvan ik dacht van, ah, dat was eigenlijk wel een hele mooie pep talk dit. Wat een lieverd zeg. Het is zo knap dat ze gewoon dat hier komt vertellen. Oké, okay, we gaan nog even socializen en interviewtjes schieten en dan gaan we weer naar huis. Wat kijk je chagrijnig als je de camera weer uitzet? Ja, omdat ik mezelf te stom vind. Waarom dan? Ik ga voor socializen. Waarom zeg je het dan? Hallo Alvin, heat of the moment, vlogje, dat is toch allemaal freewheelen allemaal. Iedereen is al weg. Met wie ik nog wilde kletsen. Dus dit is echt mijn avond. Ik ben heel blij dat ik hier dan voor gevraagd word en dan mijn steentje bij kan dragen. Want ik denk, hoe gek ik het ook vind om mezelf in een rolmodelpositie te plaatsen, denk ik wel dat mensen die mijn video's kijken en dan horen dat ik ook gepest ben vroeger, wel zoiets hebben van oké, weet je, het overkomt niet alleen mij. Ik wil niet zeggen dat ik zo geweldig ben en zo, maar als iemand je video's kijkt en denkt van oh, dat is echt een leuk meisje en dan ook hoort van oh, maar ze is wel gepest vroeger, dan denk ik dat dat wel een soort van hoop kan geven en diegene kan laten nadenken van oh, misschien ben ik wel niet zo super stom als ik zelf denk. Ik
ik vind het gewoon interessant dat als ik dan dingen doe zoals die koffer en dan zoals die piercing, dat het dan wordt gezegd dat ze dat niet vinden passen bij mijn karakter. Weet je, ik word er zelfs een beetje opstandig van. Als iedereen maar harder blijft roepen hoe lelijk het ook het is, dan wil ik hem des te grager in. Maar ik heb meer positieve reacties gezien dan negatieve. Haal je die negatieve? Oh, dit is Twitter en zo. En YouTube ook hoor. Oh ja, dat... Ja, want ze vinden het ook niet bij me passen omdat ze me te lief vinden. Maar dat komt echt door... Denk ik, doordat ze me niet echt kennen. Niet dat ik niet lief ben. Maar ik vind mezelf niet een schattig, lief meisje. Toch? Nee, ik ga hem niet laten zetten. Ik heb zelfs aangeboden gekregen van een piercing shop of ik hem wilde laten zetten. Ik vind het heel lekker dat ik de mogelijkheid heb om gewoon daartussen te wisselen. Ik bedoel, ik doe toch ook elke dag andere oorbellen in als ik oorbellen wil dragen. Ik wil gewoon, als ik iets wil veranderen aan mijn uiterlijk, dat ik dat gewoon à la minuut eigenlijk kan doen. Dus ik zou niet zo snel permanent doen. Dat mensen me heel erg lief noemen en dat ik mezelf dan niet zo lief vind, betekent niet dat ik onaardig ben. Maar misschien bij het woord lief zie ik altijd een heel schattig, fragiel, netjes beeld van een meisje, weet je wel. En dat vind ik best wel meevallen bij mij. Hoe zou je jezelf omschrijven dan? En normaal zou ik altijd spontaan hebben gezegd, maar ik denk eigenlijk dat als ik kijk naar de laatste tijd, denk ik dat het eerste woord wat ik zou gebruiken om mezelf omschrijven zou, denk ik, gevoelig zijn. En dat klinkt ook weer gelijk zo van, ik ben zo gevoelig. Maar meer gewoon op allerlei vlakken. Gewoon dat ik heel veel dingen vanuit mijn gevoel doe. Ik vind het woord spontaan moeilijk, want ik vind mezelf wel spontaan, maar dan niet in de zin van dat ik iemand opbel en zeg, hé, laten we een ijsje gaan eten, want dat doe ik nooit. Maar wel spontaan in het feit van dat het me niet uitmaakt dat ik om 12 uur 's nachts warm, als ik zin heb in chocolademelk, dan ga ik gewoon lekker warme chocolademelk drinken om 12 uur 's nachts. Dat in die zin spontaan. Als ik nu kijk naar video's van een jaar geleden, dan vind ik mezelf ook vaak nog wel een beetje zo, of een beetje netjes doen, of een beetje schattig of zo, weet je wel, als ik iets uitprobeer te leggen. En nu als ik naar mezelf kijk, dan vind ik dat wel meevallen, maar misschien kijk ik over een jaar naar mezelf en dan denk ik wel weer van, wat deed je daar raar? Maar dat is het ding, weet je wel, je verandert constant. Dat is ook compleet logisch. Ik zou het super fijn vinden om balans te hebben in wat ik eet en daardoor ook hoe ik me voel. Ik had ook al lang door al mijn normen en waarden veganist willen worden. Ben ik ook nog steeds niet. Gewoon omdat dat toch een hele grote opgave is waar ik nog niet sterk genoeg voor ben in mijn ogen.